Na lange tijd mogen theaters hun deuren komend weekend eindelijk weer openen. Maar er zijn wel beperkingen en daar is lang niet iedereen blij mee. Nou, een aantal van 50 mensen is voor ons niet echt haalbaar. Want ze zitten dan verspreid over het theater. Dus dat zou dan net kunnen. Maar ja, dan kan het weer niet meer uit. Plus wij moeten dan nu nog starten met repeteren. En dat is eigenlijk gewoon veel te kort dag. Ondanks het zomerse weer zit een duik in de Grote Rietplassen er niet in. Oude verkeerstoren uit verkeerspark Assen heeft nieuwe plek gekregen. En het weer met Loes. Ja, lekker hè, dat het eindelijk zomer is en dat het ook zomers weer is. Maar of het dat ook blijft, dat vertel ik je in Noordnes. Goedenavond. Lekker opwarmen in de zon en dan afkoelen in het water. Met hoge temperaturen zijn de strandjes in onze provincie erg in trek. Gelukkig is bij bijna alle recreatieplassen het zwemwater van uitstekende kwaliteit. Maar helaas niet in de Grote Rietplas in Emmen. 'S Ochtends vroeg zwemt er niemand in de Grote Rietplas bij Emmen. En dat is misschien maar goed ook. Want zwemmen wordt hier afgeraden vanwege de slechte waterkwaliteit. Blauwe algen en bacteriën zie je misschien niet, maar kunnen wel in het water zitten. En die veroorzaken... Daar kan je echt misselijk van worden, braken, diarree. En bij blauwalgen, als dat te veel in het water zit, dan kan je ook misselijkheid, braken, hoofdpijn van krijgen. Ja, je had ook al rode bultjes, noemde je ook al. Ja, klopt. Dat kan ook. Daarom laat het waterschap het water bij al hun recreatiestranden met regelmaat testen. Die gaat mee naar het lab, in de koeling. En dus staat Gerwin Ulders in alle vroegte in het water om monsters te nemen. Maar in dit jaar getijden valt het doorgaans nog wel mee. Wordt het water warmer, het weer warmer, dan zie je dat de blauwalg tot bloei komt. Ja, en dan moeten we wat vaker hier naartoe. Het resultaat van die test zie je op de informatieborden bij de stranden. En het water op deze plek in Emmen staat er niet goed op. Voor deze plek is een negatief zwemadvies afgegeven voor het hele badseizoen. Dat heeft ermee te maken dat over de afgelopen 4 jaar zeg maar, een aantal overschrijdingen hebben plaatsgevonden van bacteriën. Ja, dat betekent gewoon dat als je op die andere plekken gaat zwemmen, de kans dat je ziek wordt zeg maar, minder groot is als dat je op een plek als deze gaat zwemmen. Dat wil niet zeggen dat de kwaliteit op dit moment ook slecht is. Op deze plek is de laatste jaren juist geïnvesteerd om het zwemwater te verbeteren. En dat wordt allemaal gecontroleerd met een flesje per keer. Hoe het gesteld is met het zwemwater bij u in de buurt kunt u dus vinden op de informatieborden bij de plassen. Maar ook online op zwemwater.nl of op onze website en app. De politie heeft afgelopen maandag 3 verdachten aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met de brand in restaurant De Rode Kater in Zuidlaren. De brand, nu ruim een week geleden, legde het restaurant volledig in de as. Van de 3 verdachten zijn 2 minderjarig. De politie heeft het drietal verhoord en daarna weer naar huis gestuurd. Maar ze blijven voorlopig wel verdachten. Het onderzoek naar het ontstaan van de brand is nog in volle gang. Vanaf zaterdag mogen theaters weer publiek ontvangen. Maximaal 50 mensen, zowel binnen als in de open lucht. En dat lijkt goed nieuws, maar voor enkele openluchttheaters in Drenthe is het dat niet. Zoals voor de stichting Openluchtspel Ruine. Voor het 2e jaar op rij kunnen zij geen voorstelling geven. Nou, een aantal van 50 mensen is voor ons niet echt haalbaar. Want ze zitten dan verspreid over het theater. Dus dat zou dan net kunnen. Maar ja, dan kan het weer niet meer uit. Plus wij moeten dan nu nog starten met repeteren. En dat is eigenlijk gewoon veel te kort dag. Omdat het ook niet duidelijk was of we nou mochten repeteren of niet. De vereniging Nederlandse Openluchttheaters trekt nu ook aan de bel. Zij denken dat theaters in de knel komen. Het Shakespeare Theater in Diever vormt een uitzondering. Met 1000 zitplaatsen mogen ze 250 mensen ontvangen. Hoe duidelijk zijn die regels eigenlijk? Nou, die zijn heel duidelijk, alleen die veranderen steeds weer. Die worden weer aangepast en dan mag dit weer. We houden gewoon goed contact ook met gemeenten en met anderen. En aan de hand daarvan beslissen we, denk ik, op een vrij laat moment hoeveel mensen precies naar binnen mogen. Als om 7:30 of 6:30 die poort open gaat. En er komt 1 man binnen, ben ik ook blij, als we maar kunnen spelen. Wel zijn er aanpassingen gedaan. We hebben de hele zaal, zeg maar, waar normaal gesproken 1000 mensen kunnen zitten, hebben wij opgedeeld in verschillende eenheden die we per stuk open of dicht kunnen doen, zodat we het publiek wat uit elkaar kunnen laten zitten. De try-outs van de voorstelling starten op 12 juni.
Dit jaar worden Shakespeare's kortste komedie, Comedy of Errors, en zijn kortste tragedie, Macbeth, samengevoegd. De spelers houden daarbij 1,5 meter afstand. Maar ook in Ruinen zitten ze niet stil. Om het nou weer een jaar niet door te laten gaan, je wil je publiek ook iets geven. Dus toen heb ik bedacht om een sitcom te maken. We gaan 3 afleveringen opnemen waarin de mensen of de spelers een avontuur beleven. En dat avontuur wordt dan op Facebook of op de website uitgezonden. Zodat alle bezoekers toch een beetje het openluchtspel Ruinen gaan zien. Op 22 juni bekijkt het kabinet opnieuw of er meer versoepelingen doorgevoerd kunnen worden. Voormalig discotheek Hollywood in Hoogeveen gaat tegen de vlakte. De gemeente, eigenaar van het pand, heeft geen geld om het op te knappen. Het witte gebouw op de markt was in de jaren 80 dé uitgaansplek van Hoogeveen. Na de sluiting van Hollywood kreeg het pand nog een aantal nieuwe bestemmingen, waaronder schnitzelrestaurant Heinrichs, dat in 2018 de deuren sloot. Wanneer het pand precies tegen de vlakte gaat, is nog niet bekend. Op de locatie komen parkeerplaatsen. 5-6 weken zijn we wel onderweg al. Dus dan mag het ook wel een beetje mooi weer worden, toch? Ja, dan heeft u niet veel geluk gehad tot nu toe. Nee. We hebben echt heel veel regen gehad. Meer daarover zometeen. Het verkeerspark in Assen sloot in 2014 haar deuren, maar de iconische verkeerstoren is van de sloop gered. De toren is flink opgeknapt en heeft een nieuw plekje gekregen. Hier staat hij dan, bij de entree van de gouverneurstuin. De verkeerstoren van het verkeerspark. De toren staat bij veel Assenaren in het geheugen gegrift. Iedereen die een verkeersovertreding beging, werd streng toegesproken door de politieagent. En wat blijkt, zelfs toekomstige wethouders zaten dan met angst en beven in hun trapautootje. Ja, zeker. En inderdaad, aan de ene kant angst en beven, maar aan de andere kant natuurlijk heel veel goede herinneringen aan die middag in het verkeerspark. Ik denk dat heel veel opa's en oma's en vaders en moeders zeggen, goh, toen wij klein waren hadden we in het verkeerspark een leuke dag en daar was deze toren, daar was ik toen ook bij. De toren verkeerde in slechte staat toen hij uit het verkeerspark werd getakeld. Een grondige opknapbeurt was dus hard nodig. Er zijn wat modificaties gedaan aan de toren zelf, aan de dak erop. Sokkel aangepast. En het is hartstikke leuk om zo'n klus te mogen doen voor de gemeente. Dus het is leuk om hier nu wat te hebben staan. Wat ook weer representatief eruit ziet. De meeste Assenaren kennen deze toren waarschijnlijk van het verkeerspark vlakbij het TT-circuit. Maar de toren stond daar pas sinds 1988. Waar de verkeerstoren eerder stond, precies waar hij nu staat. Het verkeerspark is in 1957 begonnen in Assen, hier op deze plek, in de gouverneurstuin. En daar heeft toen ook deze toren al onderdeel van uitgemaakt. En later is die verhuisd naar de Rode Heklaan, waar ze natuurlijk ook nog jaren hebben gezeten. Maar daarom hebben we wel voor gekozen voor deze plek. Een stukje historie terug in de binnenstad van Assen. En het leuke is, als je naar boven klimt, dan kun je binnenin allemaal oude foto's zien van het verkeerspark van vroeger. Komende zaterdag wordt de toren officieel onthuld. Na jaren verkeersoverlast sluit de gemeente Noorderveld de Koeleweg in Huis ter Heide af voor verkeer. De afsluiting voor sluipverkeer is een lang gekoesterde wens van de inwoners van Huis ter Heide. De weg is een geliefde route van en naar Kloosterveen. Omwonenden en ondernemers mogen in de toekomst nog wel gebruik blijven maken van de weg. Zij moeten hiervoor een ontheffing aanvragen. De afsluiting van de weg is in eerste instantie een proef van een jaar. De temperatuur liep vandaag op tot 26 graden. En daarmee is het de warmste dag van de week. En na maanden van regen hebben we hier met z'n allen erg naar gesnakt. 5-6 weken zijn we wel onderweg al. Dus dan mag het ook wel een beetje mooi weer worden, toch? Ja, dan heeft u niet veel geluk gehad tot nu toe. Nee. We hebben echt heel veel regen gehad. En koud. We hebben tot 30 mei hebben we de kachel aan gehad. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Of je nou moet werken of vrij bent vandaag. Vandaag is een heerlijke dag om al je activiteiten naar buiten te verplaatsen. Dus dat doe ik ook. Heerlijk, het eerste softijsje van het jaar. Dus dat is altijd lekker, hè? Even in de pauze een rondje lopen en dan hier een ijsje halen. En dan gaan we straks weer verder aan het werk.
Ja, dit is geweldig. Na lange tijd van dicht zijn mochten we eindelijk open. Boelregen gehad de eerste twee weken. En nou eindelijk dit. Ja, dat is geweldig. Kan niet beter. Je heeft een kopje koffie. Waar blijft het ijsje? Ijsje gaan we zo even halen, hè, bij de Italiaanse ijskoman op de hoek. Dus lekker, ja. Dus eigenlijk zit het zomergevoel er al wel in? Het zomergevoel zit er al in. Ik hoor zelfs alweer mensen zeggen van god, het is wel erg warm, hè. Zo gaat dat dan, hè. Ja. En jullie dames, hebben jullie al een beetje genoten van dit lekkere weer? Ja, heel erg. Wat hebben jullie gedaan? Echt wel heel veel buiten gespeeld. En ja, gezwommen. Ik ken hier wel van genieten hoor. Lekker dat zonnetje, aangenomen temperatuur en de vogeltjes die fluiten mooi, de kikkers die kwaken. Maar ja, het weer, blijft dat ook zo mooi. Vernomen vannacht is het nog dreugen. Er ben opkloring met af en toe wat wolkenvelden en de temperatuur ligt rond een graad of 13. Morgen wordt het iets ander weer. Het blijft nog wel zo warm, rond de 24 of 26 graden. De zon laat zich ook nog wel zijn, maar er ontwikkelt zich ook wat stapelwolken. En vooral 's middags en soms, dan kan er ook onweersbuien voorkomen met veel neerslag. Vrijdag en dit weekend is het licht wisselvallig weer. Vrijdag wordt het nog wel een graad of 24, maar dit weekend zakt de temperatuur ietsje naar zo'n 21 graden. Er is nog steeds ruimte voor de zon, maar er kan ook wat regen of onweersbuien van. Vooral zotterdag is die kans het grootst. Nou ja, je hoort het misschien wel. Die kikkers hebben in ieder geval zomer in de bol. Loes, dankjewel. Dit was het voor nu. Kijk voor meer nieuws op onze site rtvdrenthe.nl of in de app. En op de Facebookpagina van RTV Drenthe zie je dat de oranje koorts in Drenthe inmiddels begint op te lopen. Is jouw woning al helemaal versierd of misschien wel de hele straat? Laat het ons dan weten. En dat kan dus via de Facebookpagina van RTV Drenthe. En wie weet komen we dan bij jou langs. Hier kijk je zo verder naar de regio Soap, de Grote Markt 30. Veel plezier daarbij en een fijne avond.